Het is 8:08 en in onze studio is aangeschoven Midas. En Midas die zit bij Anne. En Anne, jij weet precies wat Midas allemaal komt doen en waarom we hem uitgenodigd hebben. Jazeker. Midas Rooiakkers zit hier bij mij. En hij heeft een liedje gemaakt over de lege voetbalvelden nu tijdens het coronaseizoen. Zijn liedje heet daarom ook Lege Velden. Mm-hmm. Nou, welkom Midas. Dankjewel. Ja. Dankjewel. En kun je me wat over je nummer vertellen? Zeker, ja. Het was een mooie introductie, zoals je net al zei. Inderdaad, het nummer Lege Velden. Heb ik samengemaakt met 3 vrienden. Samen met Hans Steauer, Leander van Balen en Ivan Steenvoorde hebben we dat nummer gemaakt. Hans, Leander en ik zijn alle 3 al vanaf jongs af aan voetballers. En voetbalfans en fanaten. En wij misten het voetbal dermate dat we dat we dat gevoel wouden uiten. En dat hebben we eigenlijk gedaan door middel van een nummer te maken. Ja, het is een heel mooi nummer geworden. En er zit ook nog een videoclip bij. Die hebben jullie helemaal Zeker. Met drones en heel professioneel team. Hoe hebben jullie dat allemaal aangepakt? Ja, we hebben ons best gedaan om het zo professioneel mogelijk uit te laten zien. Uiteindelijk hebben we het gewoon maar we zijn allemaal maten. We hebben het allemaal gewoon met elkaar gewoon gedaan. En een vriend van Hans die had een drone. En Hans zelf die heeft het een en ander gefilmd. En we hebben gewoon ons best gedaan om het gewoon zo goed mogelijk uit te laten zien. We maakten wel al, tenminste voornamelijk Hans, en ik heb daar ook wel aan bijgedragen, al wat langer YouTube filmpjes voor ons voetbalteam. Mackie Army. En we hadden al wel wat enigszins ervaring met het maken van filmpjes. Had je dan ook al enigszins ervaring met het maken van nummers? Of is dit jullie eerste hit? Ja, ja, je noemt het al een hit. Nice. Nou, dat is leuk om te horen. ik heb wel eerder nummers gemaakt. Ik schrijf zelf sinds een jaar of 4 ben ik tekst aan het schrijven. En eerst is dat een beetje in de vorm van gedichten, vorm van spoken word. En sinds een tijd is dat nu ook in de vorm van songteksten. En Hans die kwam met het idee om deze video te maken. Deze muziekvideo te maken. En hij wist van mij dat ik graag songteksten schrijf. Dus hij benaderde mij om dit nummer te maken. En op mijn beurt heb ik toen Leander ingeschakeld om de muzikale input. Voor de muzikale input. En zo hebben we dat met z'n vieren gedaan uiteindelijk. Nou ja, heel mooi. Ja. Nou ja, zo komt een leuk nummer tot stand. Ja, en, precies. We hebben zo ook nog een heel ander. We krijgen zo ook een gast van BN Vara. Ja. En daar zit jij ook in dat programma. Zeker. En dat gaat weer over een hele andere boek. Komt je nummer ook in voor. Maar ja. Kun je ons vertellen waar dat programma dan over gaat? Een beetje inleiding. In grote lijnen is het. Het programma heet Typisch. In dit geval dus Typisch Leiden. Ik zal er niet al te veel over vertellen. Ik denk dat Eva dat het beste kan. Maar het programma heet inderdaad Typisch Leiden. En volgens mij wordt er door middel van. Wordt de stad wordt in kaart gebracht door middel van de mensen die er wonen. En. Ik woon in een super lelijk antikraakgebouw bij het Leiden Centraal tegenover Leiden Centraal. En Eva die is daar langsgelopen. Die wou graag weten wat voor mensen wonen hier nou eigenlijk in zo'n gebouw. Ik kreeg dat te horen via een buurmeisje van mij. Ik zei, kom maar bij mij langs. En van het een kwam het ander. En binnenkort ben ik dus ook te zien op dat programma. Ja. Nou heb jij het over Eva. En dat is Eva Houtsma van BNN Vara. Ja. En wij hebben op dit moment contact met Eva. Want wij hebben een Zoom-sessie opgezet. En Eva, wat ik me vooral afvraag is... hoe kom jij nou bij zo iemand terecht als Midas? Hoe vind je dat soort personen? Ja, nou dat is eigenlijk precies zoals Midas zegt. Dat kwam door dat verschrikkelijk lelijke pand waar hij woont. Dat antikraakpand. Want ik was veel in Leiden. En veel binnen de singles, bij al die mooie gevels en die prachtige panden. Leiden is echt een soort decor. Heel erg mooi om te zien.
Maar daar bij het station, daar staan die leegstaande kantoorgebouwen, of die dus antikraak bewoond worden. En daar werd ik heel nieuwsgierig van, hé, dat is iets heel anders. En wie woont daar dan? Ik wil altijd heel graag achter alle voordeuren kijken. En ook achter deze voordeur. En toen heb ik dus inderdaad via een bewoner, ik heb daar voor de deur een tijdje gestaan en toen een appje gestuurd aan alle bewoners. Van nou, wil er iemand met mij praten? En Midas reageerde. Ja. Nou ja, dat is een heel mooi verhaal. Zo zijn jullie uiteindelijk in contact gekomen met elkaar. Ja. En nou ja, het is ook nog een prachtig programma geworden. Nou ja, net zoals Beetje in Leiden. Mm-hmm. En je vond het ook gelijk je leuk. En hoeveel afleveringen zijn er dan van gemaakt? We maken 12 afleveringen van Typisch Leiden die vanaf 13 april te zien zijn. 4 dagen in de week en dan 3 weken lang rond 7:15 op NPO 2. Het is natuurlijk zover. Het is leuk dat Midas kwam vertellen over de plaat die hij heeft gemaakt. Maar wat is er nou nog leuker dan dat wij Midas' videoclip gewoon eventjes live op tv mogen zien? Midas, is die al op tv geweest ergens? Zeg nee. Nee, volgens mij niet op tv. Nee. Oh, nou, wat leuk. Nou, dan gaan we dat voor de eerste keer doen nu. Een primeurtje. En je mag hem zelf aankondigen. Hartstikke leuk, dankjewel. 2 vrienden die een nummer hebben gemaakt over het gemis van amateurvoetbal. Lege velden van Midas en Leander. Af te vragen. Het is lang geleden, ik heb te lang geleden. Kloppend hart, bloed stromen door je groene aders. Het zijn die groene kaders met die witte lijnen. De geur van gras gemaaid in de kantine geinen. Het verlangen is er zelfs naar die vroege tijden. Dat we samen op de fiets naar de club toe rijden. We willen weer de wei in, onze tas inpakken. De spanning voor het fluitje, naar adem snakken. Ben ik niks vergeten, nog even snel gaan pissen. De hete geur van de tijger die is niet te missen. De noppen tikken galmend, we knallen vol erop. De ene met de kater, de ander voelt zich top. In de lentezon, of als het gaat vriezen. Wanneer de bal weer rolt, zal niemand verliezen. Jongens, dromen zijn verwaterd. We willen schijnen tot het laat is. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Op het veld dan zijn we samen. Je kreeg mijn zicht nu op te stralen. Laat de schaduw achterwege, stille winden razen pijnlijk. De lege velden zijn genezen. Ja. Yeah. De lege velden zijn genezen, laat ons nu weer dansen. Net als Frenkie Cristiano of als Lieke Martens. We zijn de kampioenen of de hekkensluiters. Trots vieren als een bouw of schuilen achter thuisfluiters. Draai je open, hij niet, kaats of in je rug. Wie pakt de spitsen op de flanken, die zijn vliegersvlug. Teetje in de rust en wat motivatie. Blikken op de toekomst, generatie op generatie. Trouwe vrienden en familie langs de zijlijn. Een tandje harder als we zien dat zij het zijn. Wie houdt een bankje warm? Wie schijnt er op het veld? Pak je niet daar je kans dan vlammen in de derde helft. Het beste moet nog komen, dus zorg dat je niet veel verwacht. Dan wacht de toekomst wel op jou met een brede lach. Morgen weer een dag waarin we sterk blijven. En die dromen net als boeien komen bovendrijven. Jongens, dromen zijn verwaterd. We willen schijnen tot het laat is. Yeah. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Dan zijn we samen, hey. Je kreeg mijn zicht nu op te stralen. En laat de schaduw achterwege. Stille winden razen pijnlijk. De lege velden zijn genezen. Jongens, dromen zijn verwaterd.